You're listening to the Fuckcast. Het is vandaag zondag 2 juni. Hij ja, kijkt naar mij alsof wat een quiz is, maar ik zit het, het antwoord best... ook niet heel goed. <laughs> het is zondag 2 juni. En ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Dempsey Hendricks. Ja, en ik zit tegen, in de kelder tegenover Fokke van het Vil. Godzijdank. Ja, ja, dus het zou cool. heel raar zijn als jij tegen Pieter, <laughs> Pieter van uh, Pieter de, de Lul uh, zat gezeten, hadden we, hadden we een probleem gehad. Dempsey Hendrix gaat uh, uh, vandaag op het Joker podium iets proberen. Ja. Uh, dat is een heel mooi verwoord. Volk, iets hè? proberen iets gaat hij, hij gaat proberen. Iets, proberen. iets uh, nieuws. Ja. Uh, uh, hij heeft in het verleden al stand-up geprobeerd. Al wat, tien jaar geleden of zo? Ja, ik denk dat al uh, acht, negen... Ja, het al, ja het al, heel, lang, heel lang. En staat hier maandelijks met de impro. De Joker-impro-avond. Ja, klopt. maandelijks. Die avonden, uh, ik ben uh, gekend om mijn grote liefde voor het impro, uh, het impro genre. Je hebt toevallig altijd iets te doen in Ja, avond. ik heb het vaak druk. Ik heb het dat vaak druk en bent. ik zeg niet dat ik iets plan als het hier impro is. <laughs> maar ik vind het niet vervelend. Nee, dat is, ik, ik heb ook wel al komen zien. En het gaven is, het zit hier altijd vol. Ja. Dat is een groot verschil met vroeger. Want we hebben, en vroeger was er hier heel veel uh, was er, was er impro, gewoon dus ja. een vast teampje ja. uh, met hele goede spelers, acteurs. Comedians, um, er zijn comedians ook al eens bijgekomen en dergelijke. Ja. Dan is dat zo even een beetje op een laag pitje gegaan. Dan kwam Absolute. er zo wat minder volk. De vaste teams waren ook zo wat niet aanwezig. Klopt. Dan ben ik kikker zo wat bijgekomen en was het wie ze vrij wil spelen. Ja. En het was zo wat wie kan wilt, maar alles werd zo heel. Ja, We zien wel wat er gebeurt. Ja. En sinds vorig jaar hebben we echt een strakke line-up met ja. echt goede spelers. Eigenlijk een vast team. Ja. Waar, waar, waar af en toe iemand moet vervangen worden als hij iets anders ja. te doen. Maar in principe, de, de, jij, uh, Dempsey Hendricks, ja. Quinten de Friedrichs, Geronde Wulf en David Fennings. Klopt. Dat is eigenlijk het vaste team. En ja. dan wordt hier en daar aangevuld. Ja. Uh, Letitia of. Uh, ja, dit. Uh, Robbe, Robbe Bones ook al. Ook al. Ja. Dus er zijn mensen die, die aanvullen. Ja. Maar, uh, maar met dat team loopt het zeer goed. Ja. We krijgen ook al, er zijn heel veel mensen die terugkomen. Ja. Dat is een heel goed teken. Zeker ook bij impro. Dat je weet van, gaat dat hetzelfde zijn of niet? Dan denk je, ja, maar het is impro, dus het wordt sowieso iets anders. Mensen die andere mensen meepakken. En wij zijn ook al, denk vorige keer of denk ik, hebben we drie gasten moeten buiten zetten. Die konden niet meer binnen. Dat was volzet. Maar die hadden een opdracht gekregen voor het school om cultuur, een opstel te doen cultuur. En die hebben de Joker gekozen. Die hebben de Joker en de impro in de Joker. Dus je dacht, oké, okay, wij wilden er door zijn, maar niet heel veel moeite. Nee, dat moet wel. En die, en die kon dan niet meer binnen. Nee, het gebeurt inderdaad dat we ja. echt volzet zijn. Ja. En, uh, dat... Zelfs mijn ouders uh, die niet binnengeraken. Oh, ja, ja, dan moet je iets laten weten. Ja, ja, ja. Of, of wou je die. Je ja. wou niet dat ze binnen je maar die Maar ja, die gaan misschien luisteren. Hè. Ja, ik zal volgende keer iets laten weten. Fuck. <laughs> Ik weet, ah je had gezegd, vaak. zeg ik weet dat nog niet vol zit, maar mijn ouders zullen komen, kun je niet zeggen dat het vol zet is? Dat heb je toen gedaan. Ja ja, 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 ja. Er zit ruis op de micro een klein <laughs> beetje, denk ik. Dat de mensen dat door hebben. Nee, uh, maar nee, dat is een heel goed teken. Dat, en ik ben ook ja. blij, want ik, ik, bedoel, het is niet omdat ik niet de grootste fan ben. En ik overdrijf daar natuurlijk een ja, beetje. Ja, tuurlijk, want ik tuurlijk, heb tuurlijk, al tuurlijk, vaak tuurlijk. gelachen. Ik heb zelfs, je ja. hebt je ook al mee gedaan, we hebben de, de Impro Duivels, de, ja. de Impro Gezelschap waar we mee proberen te toeren, een aantal shows gedaan ja. hebben. Daar heb ik ook mee in gang gezet. Ja. Dus. Het is niet omdat uh, ik niet uh, de grootste fan ben... dat ik niet vind dat dat thuis hoort in een, op een comedy Nee, podium. Voilà, het is ook gewoon een genre. En ja. niet te vergelijken met stand-up comedy. Nee, het is nee. totaal iets anders. Nee. En het uh, is heel erg in het moment... ...met alle goede en negatieve punten van in het moment ja. zijn... Dat is waar. En we zijn ook een beetje wat respectvol omgegaan, met, met format ofzo. Ja. We zijn echt wel, we zijn begonnen met, oké okay, we doen zo wat games, en voor de mensen die dat het niet kennen, wij spelen zo wat spelletjes, dat ja. geraden wie dat moet die is. De, de onduidelijke, de Lama's. De ja, lama's voilà, de Lama's, is, is, ja. is het beste voorbeeld. Uh, maar dan eens door, ja maar dan moet ook een beetje een showgehalte hebben ofzo. En in het begin hadden we één MC, ja. die alles doet. Maar dan heb je zo drie losse mensen die dan zo af en toe op het podium komen. En dan heb gedacht van, uh, David had dan zo in uh, de Comedy Cellar in Londen, ergens denk ik, is niet van, ah oh, maar die presenteren allemaal ja dat is veel slimmer dan zijn we er allemaal beginnen doen ja. we zijn nieuwe games beginnen zoeken dus we zijn zowel zo aan het zoeken van hoe krijgen we dit zo strak mogelijk vroeger liepen zo wat uit en dan was we jammer van Ah, toch geen goed einde, en nu is het echt okay, drie kwartier in stoppen. Ja. Daarna nog eens drie kwartier in stoppen, zodat we echt gewoon... Ja. Dan dwingt jezelf ook om echt te presteren. En ja. dat is heel fijn. En ja, het publiek ja. apprecieert dat ook, dat je avond op tijd klaar is. Klopt. Dus dat... Ik uh, ben daar heel blij mee dat we dat in mogen doen dat dat echt zo als succesvol begint Ja, worden. natuurlijk ja, ben ik blij. Met. Sterker nog, we hebben nu... De datum zou 12 juni zijn. Ik weet niet wanneer ik dit op lijst zet. Dat gaat later zijn. Ja. Maar omdat de 12 e doen wij het toonmoment van de workshop, heb ik de ja. impro naar zondag verplaatst. Ja. Omdat ik dacht van: nee, ja, ik wil wel dat er deze maand ook impro ja. is. Maar normaal gezien is het de tweede donderdag van de. De tweede, de tweede woensdag. woensdag. Ja. Van de maand. Ja. Nou. En er waren, want wij zeggen dat ook altijd. En er waren ook effectief mensen van, ah ja, maar ik kom dan die, in 12 of iets. Ik zeg, ah, maar dat gaat niet door. Ah, oei, want dat is toch de tweede woensdag van de maand. Ja. Dus dat begint zo wel te uitzonder... werken. Dus al die kleine dingetjes ja. helpen Absoluut. wel. En ik denk dat. Ja, het feit dat we dat nu even doorbreken is, omdat die comedy ja, op, ja, zo gepland moest en tuurlijk. dat was de enige die ging. Ja, ja, ja. Maar ik wil dan wel proberen vol te houden en ook naar ja. de zomer toe, dat we gewoon de tweede ja. woensdag van de maand is in pro. Ja. Ik ben blij dat we zo al die detailjes aan het doen zijn, zodat dat echt iets moois wordt. Ja, ik ben er ook echt blij mee. En, en, ja. Want we hebben inderdaad, in het begin, was dat goed en dan, en dan, hadden we, en dan kwam er geen volgende op af en dan kregen we het niet rond. En, dit en, dat. en nu hebben we echt een soort vaste, ja. een vaste manier van doen met een vaste, uh, met een, met een vaste ploeg. Ja. Ik ben daar heel tevreden van. Ja, dank u. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee. Daar zijn we al vijf oh, minuten oh, over bezig. Maar oh, ik ga oh, gaat het er niet ja, over hebben. Oh, ik ga het anders echt proberen. Uh, dus uh, je hebt in het verleden al uh, een comedy geprobeerd. Ja. Je bent zelfs dat de... Ik hoorde ergens. Je weet het... Ah, Dobien Vloeberg zat bij Wouter Monde in de Electra podcast. Daar had ik gehoord dat de finale van die ja. Lunatics Comedy wordt. was met Jens en donker. En jij zat ook in die finale. Ik zat heel per ongeluk in die finale. Per ongeluk? Ja, ik, had, ik denk dat ik dat jaar toen denk 10 of 12 keer heb gespeeld ah ja. in totaal. Dus niet veel. Eerste keer Joker. Ging super tof. Tweede keer super brak. Want ik denk, hey, hey, kan je denkt. Kan kan het. Het. Ik kan dit gewoon. Komt goed? Nog eens opnieuw doen, maar dan nog grappiger. En dat lukt dat niet. Uh, maar ik vond dat heel fijn om te doen. Ja. Um, en ik had mijn uh, halve finale, is het dan, denk ik. Ja. Was ik er niet door. Okay. Maar ik had wel een wildcard gekregen. Het ding oh. is, ik had. Um, ik, denk dat het zo, het is van, ik denk dat het niet heel grappig was. Maar ik, ja. ik had dat heel goed gedeliverd. Ja, ja. Dus, dus het was zoiets van. Ja, maar die wel. Net gewoon pech dat de rest beter was. Maar je hebt keihard goed gespeeld. Ja, ja. Alles klopte. Tjen, dat je, allez, het moet wel strakker en dingen en zo. Ja, maar het ja. was wel dat een beetje. En ja, ik denk ook dat ze gewoon wat, wat uh, kanonnenvlees nodig hadden om naast Jens te zetten. Omdat ze wisten <laughs> van, ja, ja dan maak ik het minder ja, ik uit. Ik weet niet dag. of dat ja, toen al die... zo duidelijk was dat Jens... Uh... Uh... Ik vond, bij de, bij de, bij de, bij de humor was het wel duidelijk: van, ja. Oh shit, dat is wel te de, de, de kloppen, man. Ja. ja, misschien toen ook. Ja, wel. maar de ding was toch niet te dus, allee, ik Alleen kun je dat er nog allemaal bij zat en zo. Maar het was allemaal zo van: ja, gewist, ja, die, had een, die had al wel met je ofzo. Ja, die en was heel dat snel. Dat heel... hadden wij nog niet. Nee. Alleen wij kunnen erbij, maar ik vooral. En, en ik heb maar goed, dan heb je in die finale gestaan. Dan heb je misschien nog een paar keer gespeeld. Ja. Dan, en daar hebben we het stilgelegen. Ja, ik heb een kind gekregen. Ah. Uh, en de hele focus ging daar hard naartoe. Of ik had er toen alleen. Maar het was dan zo wat zoeken van: oké, okay, als ik deze doe is inderdaad zo 200 keer spelen twee, drie ja, keer ja. avond de weg en zo ja, ja. en dat lukte niet ik kon daar niet aan werken ik kon het werk er niet insteken dat moest dat doen het zou moeten ja, ja. Um, en dan heb ik gezegd oké okay, dan doen we dat niet meer want ofwel konden ze nog zo blijven spelen en dat was tof hè dat ze echt brak was of zo nee. dat was oké okay, maar niet genoeg om, om ja, Je wilt er wel iets mee doen. Ik wou ja. dat niet zo'n hobbitje zo. Ah, nee, ik ga no, elke wel... avond acht minuten ja. ergens doen in een café voor nee, twee ponnetjes. Nee, ja, ja, ja. Dat wou ik niet doen. Dus heb ik heel veel improvisatie beginnen spelen. Ik had al wat tv-werk en zo gedaan. En dan zo. Ja, we zien wel wat dat wordt. En, maar ik had toen al ergens door van. Maar ik ben geen stand-up comedian. Mm. Ik ben dat niet. Nee. Ik, ik wil dat, dat, was niet, niets... dat is niet de vorm, niet de vorm nee. die, jij, die bij nee. jou past. En wat je dat toen nogal zegt, dat is meer zo, ik was wat meer zo wat Zij en zo'n amexie met piano en zo'n verhaal en zo. Ja. Maar er was toen niet echt. Ik denk dat er toen wel de. Al oh, laten we allemaal stand-up comedy gaan doen. Heel ja. hard ja, bezig ja. was. En ik ga dat meer weten, maar zo'n ja, ja. vibe -je van. Oké, okay, maar ik moet jokes hebben snel. De, er, is en, heel veel, er is heel veel gebeurd op die jaren tijd. Ja. Er, 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 er is nu wel een soort know-how bij het publiek gekomen. Die er misschien 10, 15 jaar geleden minder was. Dus dat je ja. verschillende vormen van comedy kunt doen. Dat ja. het niet allemaal. Uh, uh, vroeger was het ofwel Wim Helsen of Wouter Pree, ja. ofwel Alex Edniew, ofwel uh, 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 Philip Geubels. Dat ja. waren dan de vier, uh, ja. de vier pijlers. En nu kan daartussen ook gemaneuvreerd worden. Ja. En, kun je allerlei en dat is eigenlijk een beetje wat we met impro ook hebben. Met impro-comedy. Ja. Dat dat ook weer een nieuwe is en een ja. nieuw genre, Alleen, ja. dat stond al. Maar als ze dat kennen van. Ah, maar ah, dit is ook entertainment. En dat is tof. Want dan um, moet je niet meer als je er ene komin hebt gezien, vroeger dat vaak ziet van ah ja, maar ik ben al eens geweest of zo. En nu de meer genres, waardoor je ook zo wat telkens uh, verrast ja, wordt, en kunt, nieuwe verhalen ja, wordt meegenemen uh, en andere uh, dingen opdekken. te worden ja. ja. Dus uh, je, je kind is nu volwassen ja ze gedraagt zich wel zo ah, dus okay. echt een, ja? acht, een volwassen achtjarige is dat zo dus is dat echt de... waanzin maar fucker dat is niet normaal Dat is een meisje je hebt een meisje het gewoon. is een meisje ja Noor, maar die staat op die maakt er ontbijt klaar die maakt er bokes klaar van naar school dat doet die, die kleed er aan maar ja en die kan blijven liggen die is echt ja dat is waanzin je hebt die goed uh, opge op ge... ik heb je echt getraind, getraind vijf jaar Omdat ik dacht maar ooit wil ik terug in carrière dat terug doen dan... dus dan mijn kind moet ik, ik, er eigen boterhammen kunnen maken s kunnen onvleilbaar <laughs> Gaan naar bed. <laughs> ja, het lukte wel goed. All right. ja, maar het is zo, een soort deel van. Ik ben, zo, ik ben vorig jaar een cursus, alle, zo een workshopweek gaan volgen bij Landers Severins in Frankrijk. Ja, dat heb je verteld toen. Um, en die cursus begon zo met dat was het theater maken. Goed, ja. Theater maken in de brede vorm. Um, wat we wou doen, konden daar proberen en zien wat er gebeurde en zo. En ze vroegen: waarom zit jij hier? En ik dacht, oh, maar ik weet dat was gewoon omdat ik je de lander wou zien. En ik ja. dacht, ik heb wat geld over, ik ga naar Frankrijk. En nice. Dat zie ik. ik dacht, Een soort vakantiedingetje. Ja, voilà. Een drukke jongen. En ik dacht, waar zit ik in Frankrijk? Uh, en ineens, het was bijna aan mij. Ik ken dat je zo gestrest als bent dat je je moet voorstellen. Dus ja, okay. ja, ja. Zeg even kort wie dat je zei, waar hier komt toe. ik denk, ja, ja. maar ik weet mijn naam ook niet meer. alleen dat zo... <laughs> En ik ben 16. Nee, dat was vroeger toen ik dat moest doen. Dus dat is allemaal zo heel weird. Ja. Maar ik had ineens het antwoord. Was supervoz is. Ik dacht ineens, en ik zei: Ik zeg, ik, ik heb de afgelopen jaren al mijn puzzelstukken verzameld. En ik denk dat ik nu weet welke puzzel ik wil leggen. Ja, 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 ja. En misschien dat ik er nog stukken mis, maar dat ik nu ongeveer weet van. Ah, dat ben ik. Of, ja. of dat wil ik niet. Dat doen, wil je of, vertellen, of goed zo wil je. Of dat kan ik. Of ja. dat, of dat... Ja. En inderdaad, wat je wilt vertellen. Daar heb ik heel lang mee gestruggeld. Ja. Met, met, ja, je wilt zo niet. Ik probeer zo nu richting cabaret te gaan, richting ja. verhalend en zo. Ja. En ik had zoals schrik van: oh, dit wordt een hele therapeutische sessie. Ja, ja, ja. Uh, van, ja. Oh, ik heb dingen meegemaakt, ik wil ja. er even over praten. Ik wil dit even vertellen aan jullie. Ja, en ik denk: oh, dat is ook niet de bedoeling. En ik heb ondertussen heel veel liggen schrijven, zowel poëzie, boeken. En ik ben heel veel met bezig geweest. Ja, ja. En in het begin met, oh, met woordspelingen. Ja. ja, dat is waar. En ik dacht, ah, of ik doe daar iets. Ja, 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 ja. Ik had toen acht jaar geleden ook al een lied, omdat dat zo heel, dat klopt. Dat was zo, oh, dat vind ik tof. Ja. En nu begin ik dat zo wat te embracen, wie dat ik ben. Zo. Ja, en ergens, ja, ja, ja. Wat, en Dat klinkt zo wat maar ik heb dat wel nodig ergens. Ja. Ik voelde ineens van, ah, dat is mijn kracht. Ja. En in het begin is het heel onzeker, maar shit. En, ah, ik moet dat doen, want dat vinden mensen grappig. Ja. En niet, ja maar dit is wat ik wil zeggen of doen. Ja, Het moet een beetje van allebei zijn. Hè? Ja, voilà. Ja. En ik wil nu. Nee, je bedoelt, in het verleden wou je vooral mensen doen lachen. En... Ja. Het verschil is natuurlijk ook, als je impro comedy doet, dan is het entertainen en de mensen doen lachen. Nummer één. Dat is nummer één. Ja, ik heb echt een kast vol schuiven. Ik kan die opentrekken en ja. ik kan jokes maken. En Oké, okay, dat is impro in het moment. Maar ik denk dat ik ondertussen ook al meer dan tien jaar Pro speel. heb het toch al wel allemaal gehad. Qua jokes. Ik probeer altijd te vernieuwen. Ik probeer mezelf graag uit te dagen. Oké, ik heb die mop over. En dan roepen ze een beroep. Prostitueer. En dan denk ik, ja, want je wilt dat. En dan probeer ik toch nog de joke. dat iedereen maakt. toch nog een beetje een ander stukje. Op een andere manier. Kan ik mezelf vernieuwen of zo? Dat uit te dagen. Um, in die week in Frankrijk, wat ik nu vandaag ook, ook een beetje probeer wil mm. doen, is die, die kast uh, met die truckenkast even dicht te laten ja, ja, en te ja, zien ja, ja. wat ik niet entertain, wat komt er dan uit zonder dat ik die lach opzoek. Ja, zonder Sla dat je allee... elk, elk stil moment een, uh, een, ja. een lach wil invullen. Zo de clown, je denkt, ah oh, maar anders zal ik even tegen de deur lopen en dat hey, vinden we zo grappig. Ja, 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 ja. ja, maar dat word jij niet aan het zeggen. Hij He, had het niet over deuren. Dus zo dat een beetje. Um, en dat wordt een beetje probeersel vanavond, want er zit ook heel veel poëzie in, wat, wat heel anti-comedy ja, is. Ja, yeah. maar ik dacht, ah, maar ik, kan geen, ik, kan, ja, ik kan een klein beetje piano spelen, maar ik ben niet instrumentaal krachtig. Nee. En ik dacht ah, maar ja, cabaret, je hebt een instrument nodig. En ik dacht, ah, maar misschien zijn mijn woorden mijn eens. Ja, ja, natuurlijk. En kan dat lyrische het ding worden of ja, zo? En kan er later nogal muziek op komen met kiket of zo? Dus dat is zo'n beetje de, Ik ben bezig met een zoektocht. Um. Maar Andy virus uh, die heeft hij een tijdje geleden ja. gezeten. Dat is ook een grap, Dat is, ja. dat is ook gedicht. Dat is ook grappig. Ja. Dat is ook grappig. Ja, ik heb ze nog niet grappig gemaakt met gedichten. Uh, nee, maar... nee, maar ik bedoel, <laughs> ik probeer het, het, wel. Gedichten gedicht de Huber niet in de weg. Uh, nee, uh, uh, nee, verder van. Dus uh, het is absoluut te combineren. Ja, want je kunt daar ook in. ...verrassen, dat je weet van, oh, dat wordt zo heel... ...oh, en dan kletst... ...dus dat is de regels van comedy gelden mm. daar ook. Hetgeen wat je nu gaat vertellen vanavond op het podium... Mm -hmm. ...heb je dat al... ...is dit de eerste keer dat je het ook gaat vertellen... ...of zijn dat allemaal dingen die je al eens ergens geprobeerd hebt, Ik heb het een of... jaar geleden verteld in Frankrijk. Ah, dat is... Oh, er zitten echt stukken van ja, toen... Ja, er zitten uh... stukken van toen... waar ah, ja. ik dat heel fijn vond... ...en ik heb daar toen heel intens aan gewerkt... Ja. Uh, ...en ik dacht, hier zit iets in en zo... Dan ben ik een jaar met andere dingen bezig geweest. Want je moet ook geld verdienen. En ja. er is in het leven niet altijd plek om te try-outen. Nee, ja, ja. uh, dus ik heb even dat moeten doen. En uh, dus ik heb die stukken terug wat boven gehaald. En ben ik gaan zoeken van... Oké, okay, wat zit daar nog in? Zit er al misschien al uh, toch iets van mop in? Of richting, ja, ja. richting grappige dingetjes of zo? Um, ik heb nog wat bijgeschreven. Dat ik denk van... Ah, dat kan ik aan elkaar plakken. En dat zijn extra dingetjes die erbij komen. Dus, dus het oh, ja. is wel wat... Een geknutsel van, oké, okay, stel ik wil later een uur of, of een uur kwart of het of ik het of zo, hoe kan je dat nu al in zo'n twintig minuten laten zien van, okay, denk, denk dat ik dit wil proberen ja, of ja. Een soort, soort startpunt van een aanvullende een voorstelling. Ja, voilà, ah, dat ja. is wel de. de en en de uh, Dus die aanvullende voorstelling wil je gaan maken? Ja, ja. alleen dat is heel. Ja, Vroeger vond ik dat kak om te zeggen, hebben we het er straks even over gehad van als beginnen comedie van. Ja, ik, uh, dus ik heb nu acht minuten. Maar het ding is, ik ga later een hele avond spelen. Ja, ja, ja. Dat is vals. Maar vorig jaar, ja, Lander zei vorig jaar ook ineens: van ja, maar Dempsey, jij bent al tien jaar bezig. Jij hebt al wel iets gedaan. Of, ook Niet per se met dat materiaal. Maar wel en zo ook, ook, het is toch een andere vorm. Dus het is toch. Een, ik bedoel, je hebt een voorsprong op een echte ja. beginnende comedia. Ja. Maar je moet toch nog ook wel wat kilometers. Tuurlijk, maken. tuurlijk. Land, uh, uh, het doen in, uh, ja. <laughs> in ja, woonkamer, en woonkamers, woonkamers om te zeggen. En, uh... hey, ik heb even een verhaal, mag je dat even vertellen? En ja. Is deze interessant? Gewoon echt ergens bellen. Gewoon echt ja, ergzaad bellen. Mensen zit, kom, kunnen een adres straks doorsturen ja. en ik kom af met een verhaaltje. Uh, oh, dat moet je doen. Dat voilà, is goed. Als, ja. mensen, als mensen Dempsey Hendricks in zijn woonkamer <laughs> in jullie woonkamer wil, dan moet ja. je sturen een beeld naar Focast en dan zet ik jullie in contact. Misschien kom ik wel mee. Ja, gezellig. Kom wel mee. Um, uh, dus uh, maar ik kan me voorstellen dat als je, als je dit doet dat je er ook wel tegenaan kunt lopen en dat is natuurlijk de grote valkuil uh, en ook waarom ik uh, impro vaak iets minder mm -hmm. bij impro als je een, je eerste laag idee grap ja. dat is je grap want dat is in het ja. moment heel direct ja. onmiddellijk en mensen weten ook oh die net dat je net, dat hier even net bedacht ja. Maar die impro-grap, die eerste laagschap, ja. die kun je in een voorbereid ding niet doen. Uh, zullen we zullen dat straks zien. Nee, <laughs> nee, nee. <laughs> da, nee, maar nee bedoel, als je thuis zit en je, en je eerste ja. laagschap. Ja. die is niet zo goed als die geschreven is. Nee. Die is leuk als nee. die ter plekke wordt bedacht. Ja. en niet zo goed als die op voorhand bedacht is. Correct. Maar ik gebruik dat wel om ik heb zo'n uh, zo stuk geschreven waarin wij bijvoorbeeld bij impro doen mijn liefde voor jou is als en dan is ja, ja, ja. altijd zo wat iets seksueel getint of zo of net heel mooi maar ja, al ja. het zo van, uh, maar jij bedoelt piemel hè alles eindigt ja. al met je ja, maar, ja, maar jij bedoelt, maar bedoelt, piemel, bedoelt piemel hè eigenlijk piemel <laughs> je bedoelt piemel hè zo dat en ik heb wel geprobeerd ik dacht oh maar dat is grappig op een, op een impro podium maar als ik dat opschrijf en dan is het wel leuk om dan oké okay, maar hoe kan ik er Drie in één zin krijgen. Ja, ja. Hoe kan ik daar een opbouw doen dat dat ook een ja. mini-verhaaltje is ja. of zo? En, maar dan en... doe je er ook weer meer mee. Ja. En die een tijd hebben wel nodig ja. om dat zo... En dat vind ik dan weer leuk van... Vroeger vond ik... Eh, acht of tien jaar geleden dat ik zo wat comedy probeerde... Ik vond dat schrijven toen niet heel leuk. Ik speelde heel graag. Ja, ja, ik dacht... Ja, ja. Ah, ik moet materiaal hebben. Oké, okay, en kun je dat ergens gaan halen of kan zo? Dan, dan, ja, dan kan je dat ergens kopen? Uh, ja, dat was zo En nu denk ik... Ah, oké, maar dat is wel leuk. Maar dat is wel boeiend. Dat vind ik wel een goed. Want dat is ook waar wij... We hebben vandaag ook workshops gegeven, Bas. Maar dat is ook wel een beetje de essentie, denk ik. Dat je... Je hebt mensen die graag op een podium willen staan. Even kijken, we zien wel wat we gaan doen. Ja. En dat er ook nu een soort inhoudelijke noodzaak begint te ontstaan om het te doen. Ja. En ook iets willen... denk ik vroeger niks te vertellen had en ik wou niks zeggen. Ah ja. En ik heb nu zoiets van... Niks blootgeven? Gaat het daarover? Ja. Niks wou blootgeven? Ja. ja. Ah, ja. Ik, was, ik was daar vroeger nog niet verwerkt. gewerkt. ja, dat klinkt dan even zwaar, maar zo in de... Ah ja, maar, ja als ik dat breng en ik wil niet zo de... En nu denk ik, joe, maar dat is wel. Dus, ja. Hetgeen dat ik nu ga vertellen gaat over alleen zijn. Uh, zowel binnen, binnen een relatie, zonder relatie. Als vader van een kind alleen. Ja. En ik denk, joe, dat kan maar iemand raken of zo. Dat ja, ja. Is, is iets, dat denk ik uh, uh, ook. Ofzo. Dus je ja, had vroeger lastiger om jezelf bloot te geven? Ja, ik vond dat heel moeilijk. Ja. Omdat ik net heel met die entertainende dingen bezig mm. was. En, en dan. Uh, hoe zeg je dat? Verschool jezelf achter? Een soort typetje? Ja, dat was echt mijn masker. En wat ja. ik. Eh, de avond van vandaag het gaat over proberen om proberen 20, 25 minuten op het podium te staan zonder masker. Ja. Ja. Maar wel. Een soort metier. Ja, ja, ja. Dat je zoekt toch tussen hoe staat de authentieke op het podium, maar ook. Ja, dat, dat, Dempsey staat niet op dat podium. Nee, he. dat, dat nee het is, is een, ver, saai, een versie he? van. Ja. Ik vond wel altijd, dat heb ik altijd gezegd. ik, ah, ik de, weet, er gaan komen, je weet dat er gaat komen. Ah. Ja, maar dat Dempsey zich wel soms achter de Wim helzen vibe uh, ja. verstookt. Dat is waar. En ik. Dat is waar. Ik, heb die, ik was er vroeger... Dat dat, dat, een soort, referent, dat een soort Nu ga ik even dit doen, want ik weet dat dat wel marcheert. Ik heb zijn laatste show niet gezien. Expres, omdat ik dan wist: oké, okay, dat is dan weer minder Wim Helsing in mijn <laughs> leven. En zo. Maar dan een vriendin van mij is daar ineens bevriend mee. En ze zat ineens aan tafel om mij. En ik denk: Godverdoem mijn Ben je echt. een grote fan van Wim? Ja. Uh, ik ben, uh, ja ik ben een grote fan ik, ik hou van die zijn omdat dat ook zo heel woordelijk is ja. en verhalend ja. Ja, ja. en um, wat eigenlijk bijvoorbeeld mijn beste vriendin uh, Lara wat het er over laatst over omdat ik zei ik zeg ja want dat is zo mijn valkuil. Ja. en dat zij ook zei van ja maar je weet ook wel dat jij dat ook zei Jij ja, ja, hebt die, die dingen die jij ervoor ook, zeg ik het maar, voor de, de uh, periode voor Helzen ook. Ja. Dus jij ja, kunt ook weer ten noekomen komen maar denkt, dat snap wat je denkt, je een hoek dat Dat geloof ik anders, ook. Aan de andere kant, als het echt klinkt, ja, dan is het, dan... Als ja, vroeger je... was ik dacht. dat dat Ik mag hem nu niet doen, want ik mag <laughs> een verhaal niet doen. <laughs> <laughs> uh, maar yeah. was daar uh, ook een soort... Uh, uh, dat was een waar... drukke ja. Dat was echt, ah ja. oh, want dat is grappig ja. Dus ik ga dat doen ofzo Wat ik zo een beetje Heel mijn leven vroeger al heb gedaan Is als mensen Andere mensen interessant vonden Dacht ik, ah ik ga die ook zijn ja, ja, ja. En dan ben ik ook interessant Ja en ik, ik, ik had heel. heel... En voor, werkt, voor, sommige, voor sommige publieken of sommige mensen in de zaal. weg ja. gaat ook werken. Ja. Maar niet voor iedereen. En ook niet lang genoeg. En man. ook niet lang genoeg. Dat en het is ook niet je... authentiek. Je het dat niet vol. Nee. En nu, eigenlijk in Frankrijk, hadden we dan geprobeerd. Ik heb toch geprobeerd. Ik zeg maar eens vijf minuten. Ik zei dat tegen Lander. en dat, dat is een hele. waar ik, ik wat aan mijn mening is over comedians en, en presentatoren en mensen op een podium. is ja. zo, wij, wij zijn heel slecht in de waarheid te vertellen. Oh ja. uh, we hebben altijd de neiging om te liegen. Maar niet slecht te liegen. Maar om een verhaal bij katoffer te waren. Ja, ja, ja. Zo, wat ja, ja. Dingen, zo wat, dat je weet Up van, spice, ja, maar jij hebt dat niet gezegd, hè, op kaf. Jij, dat, Zo hadden jij niemand aangesproken. Maar nee, ik nee, denk, nee. Nee, maar, dus dat is wel heel <laughs> grappig. Dat, dat heb, wel... heb dat je allemaal wel... niet gezegd tegen de bakker. Nee, dat nee. klopt. Maar anders hadden een zo, heel leuk had, verhaal gehad. Je had dat misschien gedacht hebben, maar zo niet, je hebt dat niet gedaan of zo. Ja. En zo dat, ja, ja. dat is vaak. Ik in als ik, bekker, ik denk, Alex kan vertellen, ik denk, oh, dat is heel interessant en tof, maar ik denk, maar hoe is het echt met u? Ja. Want zo, en ja, dat dat ga je daar niet hebben of zo. En uh, ik, ik denk dat ik dat toen heel hard gebruikte. En ik heb dat toen in Frankrijk, heb ik zo gevraagd. Was een of andere oefening. En ik heb gezegd van, ah, oh, mag ik mag ik dat verhaaltje, en dat ik er straks heb verteld dat dat grappig was, mag je dat eens vertellen zonder zonder dat grappig te proberen? te ja, 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 maken ja, ja. gewoon dit echt zo. Als een soort oefening. Feit, ja, echt dat dit is zo feitelijk mogelijk gebeurt. En dan zoeken. Aan waar zit de mop in dat verhaaltje? En ja, niet ja, ja. vertrekken vanuit een... Oh, ik kan dat grappig maken. Nee, nee, niet... Ver... Je ja. Om omdat... vanuit het verhaal, niet vanuit de mop. Ja. ja. En, en dat is een moeilijke, omdat je reflex... Zeker omdat ik die reflex al tien jaar aan het kweken ben van... Oei, de sfeer valt hier weg. Ik ga iets grappigs doen, of zeggen. Ja, ja. ja, ja. En, en dat is zo... Ja, dat wordt vanavond zo'n beetje een tingetje. Gaat dat... Krijg ik dat onder controle? Ja. Als men... ik als een mens... Dan ik weg je ook, ook niet na zijn. één keer, natuurlijk. Nee, hè? nee daarom is het zo altijd zo'n zoektochtje naar? Oké, okay, okay, dat werkte daar niet, ik moet daar aan, aan letten of zo. En dan ondertussen ook nog eens schrijven. Ja. Ja, ik heb gisteren met mijn vriendin over gehad en die zei ook: Van ja, u, het, het moeilijkheid is wat jij aan het doen bent, is dat je aan het proberen bent, terwijl je ook nog eens geld aan het verdienen bent. Ja, ja. Lek, mijn werk is dat een beetje, maar ondertussen ook eens zoeken: van, Oké, okay, maar hoe kan ik teruggaan naar en nog dieper te gaan zodat dat langer kan duren? Ja, ja, ja. ja. Want uh, even, even sites uh, dingen uh, Wat doe je nu voor de rest? Want uh, uh, ja, hè, mensen kennen jou misschien van de Helden en van de buurtpolitie, ja. maar zei die alle, doen die nog dingen? Dat is allemaal, denk ik al gedaan. Er komt ah, ja. ook wel heel veel op tv. En ja. ik krijg daar toch 1,42 euro sabam van. All right. Allee, dus... wel. Uh, hey, hey. wat waar hebben we het over? <laughs> nee, dus, dus inderdaad. Maar er worden geen nieuwe nee. dingen van Helder voorlopig dan van voorlopig wordt het allemaal... Nee, we was in ding voor Helder een beetje te oud geworden. En ja. dan allemaal andere dingen en zo. Volgend jaar staan we misschien wel op... Uh, ...Nerdland, een ah, ja. show, heel misschien, ik weet niet wat ik mag zeggen, maar no, fuck it. Um, dus dat zou wel cool zijn, dat onze show werkt. En wij werken nog altijd wel, ja, ja. Ah, als helden. alleen allee, de machine. Die, die, die interactie, de, de ja. synergie tussen die ja. mensen. Ja, wij zijn dat... Ja, als je dat zei, blijfde dat. En wij zijn nooit iemand anders geweest. Nee. Is dat altijd zelfs. hetzelfde? Want ik heb dat natuurlijk nooit gezien, want ik ben totaal doelgericht. Is, heel... is dat altijd hetzelfde viertal nee, geweest? Nee, dat is begonnen met vier, drie jongens en een meisje. Dan is dat meisje gestopt. Dan is er iemand anders bijgekomen, Morien. Ja. zijn we met vier blijven doorgaan voor x aantal jaar. Dan, um, uh, waar ik niet mag over praten, is dat we ineens vervangen zijn geworden door ah, is vier anderen. Ja. Door vier, vier anderen. Ja, ah, ja, echt door vier anderen. Echt zo. Ey, uh, heel leuk. Um, maar we gaan nieuwe dingen doen, met vier anderen, maar jullie blijven helden hoor, het is een universum dat we aan het creëren zijn. Ah, ja. En ik denk, alright, tof. Um, en ik zei toen, ik, zeg, ik, ik begrijp dat iedereen is vervangbaar, ja, 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 dat ja. is, maar wij niet, met vier, hetgeen dat wij hebben. En dat is die synergie ja, met vier. Ja, 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 ja. Ik zeg, ik zeg uh, uh, ik zei altijd van, wij zijn niet met de vier helden, wij zijn niet de helden, hetgeen dat wij hebben, dat is, dat, dat is het helde. Ja, ja. En je kunt wel zo. vier mensen casten, maar de, de, de synergie tussen die vier mensen... Nee, we ja. hebben daar ook heel veel chance in ja, gehad. Ja, hè, dat we met vier zo direct vrienden zijn. Ja. We waren broers en zussen. Oké, okay, twee daarvan zijn nu samen. Dat is een klein beetje incest. Ja. Maar, ja, is het waar, dat is een probleem. Uh, maar maar, maar, maar dat, is wel, dat werkte. Wij ja. kunnen we elkaar... Wij weten wat, jij, wat dat een ander gaat zeggen. Welke mop dat je wilt maken. Welke richting dat je uit wilt. Waar je kunt dol met elkaar. En die vier niet waren direct... Dus je zit al in een... Elk jaar ook straffer, beter en strakker. Ook naar opnames toe. Het ja, ja. was al 16 uur per dag opnames voor een aflevering. Ja, ja. Dat eindigde wel in gewoon de propere 10 uur. Ja, ja. Dus we hadden er zes uur kunnen afknippen. Sterk, Allee, dat, is ja, ja, dat is heftig. Ook ja. met camera, regie en zo, dat past dan allemaal. En die wouden op dat la en dat tempo verder gaan, maar met vier nieuw die nul ervaring hadden, heel jong, ja. heel veel hoesting. Maar, maar da, da, ook, ja, die kinderen zijn tien jaar ons gewoon. Ja. Die zeiden, ja, wij willen de oude helden terug. En dat was, dat was, was een hele moeilijke voor iedereen. Dat ah, was ja. echt moeilijk voor iedereen. Dat was ook niet tof. Maar dan zijn we wel, zijn er wel in geslaagd. Uh, een dikke chapeau aan de mensen van Kidnet dat we nog één programma kunnen hebben mogen maken. En een heldenshow. Dus we zijn een soort van ja, ja, ja. in dat universum teruggekomen. Een of soort zo. comeback. Ja. Uh, wij noemden het wel een comeback, maar het mocht niet. Maar zo, ah, ja, ja so va, uh, dat was oké. Okay maar uh, ja die kleine mannen vonden dat geweldig. Dat ze oh, die zijn terug, we gaan dat zien. En ah, ja. dan, dus dat was is mooi geëindigd ofzo. dat was wel grappig. Want die, die synergie die, die jullie tussen jullie vier hebben, ja. dat uh, voel ik ook een beetje met het Joker Impro Team. Ja. Dat dat toch een soort de juiste combinatie van mensen ja. is. En daar is het belangrijk. 1 plus 1 is 3. Ja, en ik, ik heb zo de afgelopen periode, dat ik bezig ben, die 10 of 15 jaar, heb ik door van, ja, maar hoe dat je met elkaar omgaat, ja. is 10 keer belangrijker of dat je goed bent. Je, je moet, allee, goed ja, zijn is ook belangrijk, belangrijk maar, ja, maar het, het dat, wel da, da, dat is het verschil tussen, wow, en ja, dat was wel goed. Ja. Ja, ja. Of zo. Daarvoor komen mensen terug. Omdat je weet van ja, we vinden elkaar ook zo. En dan kunnen we ja. daar niks iets mee spelen. Dan wordt dat ook een beetje een act. Ja, dan kun je ook weten hoe iemand, kun je anticiperen hoe iemand gaat reageren. Ja. En daarop reageren ja. je al. Uw voorzitten worden veel strakker. Je gaat ook niet ineens een goal afpakken. Omdat je weet, wow, je komt er ja. toch binnen, dus doen gewoon. Ja, ja en dit klinkt dus ook echt tof. een beetje als, de, als het improteam. Ja. Dus dat klinkt echt een beetje zelf. van ja, we, we hebben die, het juiste viertal gevonden. Ja. En 1 plus 1 is 3. Ja. We mogen al zeggen, van als we met vier spelen, moet er altijd minimum twee ervan erbij zijn. Anders doen we het niet. Nee. Want, want dan is het gewoon vier mensen dat er niet gewoon Klopt. zijn om elkaar te spelen. Hey, en uh, dus helden, uh, uh, wo 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 waar word je het meest door gekend? Helden of buurpolitie? Helden. Daar ah, ben toch toch heel blij van. Ja, ja. Omdat dat een mooier merk is ofzo. Ja, en daar heb ik echt mijn meer... hart in gestoken. En dat is ook meer van jou, daar heb je ook meer ja. jezelf ja, daar in. zit ik echt in. Ook in de politie naar... speel je gewoon een rolletje Ja, natuurlijk. voilà, dat is gewoon mijn ding en ik ben blij dat mensen dat ook tof vinden. En ik doe daar ook zo'n beetje mijn ding in, binnen een, 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 een gegeven wat niet per se direct past ofzo. Dat is waar ja. dan zoek ik naar, oké, okay, hoe krijgen we die gast hierin? Ja, ja. Um, en wat ik nu vooral doe, is ja, heel veel presentaties. Uh, voor bedrijven, maar ook festivalen of zo. Ja, ja. Uh, da, heel veel improvisatie. Ik heb net een boek geschreven ook: Vulwassenen en het Geheim van de Witwaswezens. Een kinderboek. Een kinderboek ja, ja, hopelijk. Want ja, het, ja. Ja, 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 maar ook, ik heb ook al wel volwassenen hebben gelezen. ah, oh, ik weet niet of dat jij voor kinderen hebt geschreven. of dat ik ook gewoon lees als een klein. Ah, dus ja, ja. Wel... En voor welke leeftijd is het? 9 plus. Nu, ja, ik ben nu genomineerd voor de leesjury, dat is wel tof. Oh, gefeliciteerd. Dank u. Ik was echt zot blij. Uh, yeah, that, ja, heel... ik weet niet wat dat inhoudt. Dat is een soort, word, nu, dit jaar is er een kinderjury en die lezen nu die negen genomineerde boeken. Dus wordt genomineerd door Iedereen Leest. Okay. Dat zijn zo de, hé, hey, deze zijn aanraders en daarvan gaat er nu volgend jaar een winnaar zijn en een nummer twee en een nummer drie. Dus uh, ja, ik ben nu al gewoon zo content dat Alright. ik heb mijn eerste boek direct genomineerd. Allee, dat is, dat is graaf. Ja. Dat, dat, dat is heel gaaf. En die andere, weet je wie die andere uh, genomineerden zijn? Uh, nee, maar ik ben dan aan het opzoeken, zodat ik die wel uh, een paar krammelken kan geven oh, Ja, voilà, oh, nee, die die aan het opzoeken om die uh, Nee, er zitten ook echt toffe boeken bij. Ja, het zal tof, ja, het zal spannend worden, maar we zien wel. En, 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 uh, ja, dus een kinderboek, voorstelling, impro. Uh, poëziebundel, poëzie... komt er ook nog uit. Poëziebundel. Nu ja, dan is het in de final, uh, final, final uh, kaart. En, en bij, bij, bij wie komt dat uit? Uh, Pelkmans ook. Ah ja. Ik zit bij alles bij Pelkmans. Uh, heel fijne maar mensen. Maar ja, dat is natuurlijk, ik, bedoel, ik kan me <laughs> voorstellen dat dat kinderboek dat dan nog wel verkoopt, maar een poëziealbum daar moet je niet Dat teveel... is echt moeilijk. Ja, ja. Ook omdat ik, ik wil niet... Ik zei dat ook tegen mijn uitgevers. Ik zeg, ah, ik wil niet zo... En zij zei ze dat vooral. Ja, mag geen tafelboekje maken. Like, je kunt dat zo maken dat iedereen dat koopt. En dat ze heel zo... Ah ja, dat is tof. Zo heel commercieel of zo. Ja, ja, ja. En ik dacht, ja, maar nee. Ik wil wel zo aan mijn... Dat dat mijn ding is. En, uh, want als je dan poëzie maakt... Uh, want ik heb natuurlijk nog niks van je gelezen wat ja. dat betreft. Ik, ga, ik zal u uh, een boek meegeven. Ah dan ja, ik ben heel bedoeld. Ja. En, en wat zijn dan je... Heb je voorbeelden in poëzieland? Um, nee. En bij boeken heb je dat ook niet. Ah, nee? Nee. Ik had dat toen... Ah, ik volg zo wel wat mensen online, omdat er daar zo wat... Ik vind dat Instagram-poëzie vind... Vind wel interessant, ah, ja. omdat dat een andere manier van werken oh, daar is. Dat ken ik zo. zelfs, die Instagram-poëzie. Ja, dat is echt een dingetje. Um, ah, right. Dat ken ja. ik zelfs niet. Uh, cool. Dat is vaak korter of zo. Um, en, en meer op, op de bal van wat er vandaag aan het gebeuren is. Ah, ja. Dus zag echt zeg, ah, oh, maar ik heb daar iets over. Zo, zodat dat heel deelbaar Ko is. En korte, zo. snelle gedichtjes. Ja, ah, ja, ah, ja. En dat kan uh, een zin zijn, of zo'n vierregel of zo. Vier regel of zo. Um, ah, ja. Ja. Um, maar dat, dat, dat was mij een stress toen ik mijn kinderboek uit had. Dat als wist van, ah, wat heb je vroeger allemaal gelezen? En wat zijn al je grote voorbeelden? Ja, 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 ja dat zijn en logische ik denk, vragen? Ja, en dat is... En ik denk, ja, maar ik schrijf gewoon heel graag. En dat wil niet zeggen dat ik dan per se heel graag lees. Ik, ik lees niet super graag. Ah, dus je schrijft liever dan dat je leest? Ja. Ah, ja. Ik vind het werken met taal toffer dan dat ik je dat effectief leest. Ah, ja. Ben nu wel meer aan, aan het proberen om aan te zetten. Dat, dat is wel, wel okay. uniek of zo, dat hoor je niet zo vaak. Nee. Meestal, meestal zijn mensen. Gefascineerd, totaal omdat ze ja. shit, bepaalde dingen gelezen ja, hebben. Nee, ik vind muziek heel interessant. Ik heb altijd van hip-hop en rap gehouden, ah, ja. wat heel lyrisch is. Ja, natuurlijk. Ja, en het is die lira, uh, uh, lyrische dingen die ik ook in poëzie probeer te krijgen en in, in mijn kinderboeken ah, of ja. zo. Dus echt, het En wie zijn dan de voorbeelden van de, van de rap en de hip-hop? Uh, vroeger de Eminem en zo van iets. Ah ja, heeft een nieuwe plaat uit. Kendrick. Heeft een nieuwe, alright, nice. Modini of zoiets heet het. Oké. Okay. Vandaag of gisteren, ja. ja. Oh, zo'n grote fan, denk ik. Dat ja, dus daarom. weet. Nee, vroeger dat of zo. Ja. Uh, en dat is ook heel cute. Mijn, mijn ma stuurt nog altijd. Vroeger zonk je dat mee thuis. En ik zette dat op, niemand anders zette dat op bij mij thuis. En mijn ma is soms zo wat. Van hip iets van hiphop hoort op de radio, vroeger filmde hij de, de, de box uh, in de keuken nee. en dan zei hij Hey, hiphop! <laughs> en, en dan, dan stuurde hij dat door? Ja, dan stuurde hij dat door, een filmpje van, hey, dat is van uw, een box? Dat is uw muziek en Dat ik vind denk, jij leuk hè? Ah oh, dat vind ik tof, ik dacht oh, dat is super cute ja. Een filmpje van een box, right. Zalig, Ja, dat vond dat heel fijn En ik denk, daarin zit er ook zit daar heel veel ruimte in, spelen met taal, er ja, zitten heel veel woordspelingen ja. in, maar ook jokes uh, nee ja, die, track, de die je toch? Kendrick, ja, Drake ja. en zo, zie heel zo... oh maar jij bedoelt, ah, oh shit dat is vet en zo, ja, die ja, ja. eens gaan opzoeken. En ik denk, ja, dat, dat vind, ik de Max daar zit. Ja. Maar dat is iets waar, zo, zo uh, rappen of zo, dat heb je nog niet gedaan of wel? Een nadruk op de nog niet. Ja, uh, ah ja. Ik, 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 er zit iets in mijn hoofd. Het ga ik nu aan, aan het, dat gaat niet vanavond zijn. Nee. Maar er zit iets in mijn hoofd dat, um, ik wil nu poëzie gebruiken. Um, in stel, stel, er wordt een show van een uur, wat of zo, ja, ja. Ja, ik ga een show maken. Dat dat in het begin heel poëzie is en heel op de. Oh, oh oké. Okay, oh. dat is mooi, dat is tof en ja. zo. Maar er komt telkens zo iets bij: ah, ja. of wat grappen, of een callback, een beat en zo. En ik zou heel graag. Met een stuk rap. Niet per se rap van yo, ik ben een nee, nee. hip-hopper. Maar dat dat wel zo poëzie is op een beat. Zodat, ja, ik, dat, ja, ja. zodat ik de mensen meenemen in het leren appreciëren van teksten en poëzie of zo. Van, oh, allemaal met je beat eronder vind ik het wel fijn. Ja. En ik denk, alright, cool, dan kan ik dat meegeven. Ja, ja, zo. ja, ja. ja. Alright. Okay. ja. ja uh, en die virus waar ik het net over had, die heeft natuurlijk ook zijn band. En die en de Androids. En dat ja. zijn ook nummers uh, met die van zijn poëzieteksten ja. uh, vertocht zijn, ja. dus dat is ook een beetje Klopt. Maar dat. Maar het is geen dat je er straks zei, ik doe al heel veel en ik moet even zo... Uh... Ja, nee, maar je moet wel ja, compatibiliseren, ja. je moet wel zorgen dat je alles... Uh... Ja. Uh... Maar ik moet ook rondkomen, dus dat ja, is moet uh... Ja, je moet ook, je, je moet ook jobs echt, doen. Het is echt puzzelen naar, oké, okay, en wat is mijn finaliteit en hoe kan ik dat bij alles gebruiken? En dat is tof. Nu, in mijn kinderboek zit er ook poëzie. Ja. En dat is dan, dan klopt het ineens. Dan denk je ineens van: ah ja, I'm that guy of zo. Maar ik, ik, we hebben het, ik heb je natuurlijk van de week nog gezien. Uh, naar aanleiding van yes. deze, deze avond. En, en ik heb het gevoel dat jij uh, er naartoe wil dat mensen, jou, uh, dat mensen jou zien als iemand die met taal bezig is. Ja. Klopt. Maar dat is natuurlijk nog een werk van wat langer adem. Want de meeste mensen gaan jou zien als die gast van de helden ja. of die gast van de buurt. Ik heb een extreem grote sticker op mijn hoofd. Ja. Veel, ja. Ik heb een paar stickers op mijn hoofd. Ik wil wel afpellen als dat ik kan zeggen. Ja, maar deze ben ik en deze ja, wil ik ja. doen. En ik vind het ook wel leuk om de mensen te overtuigen of zo. Ja. Uh, maar dat is inderdaad wel werken. Ja, da, da, da's, da's... en natuurlijk de, de, de buurtpolitie en helden en dan dat kinderboek. Ja. Je hebt een soort: uh, hij doet dingen voor kinderen. Ik zit ja. ook nog altijd 16. Ja, vibe. je ziet er jonger uit dan je bent. <laughs> ja, ja, dat is een feit. Ja. Uh, vind je dat vervelend? Ja, ik doe dat heel graag. En ik vind kinderen een hele zalige doelgroep. Die ja. zijn echt prachtig. Die zijn heel eerlijk. Je kunt ja. ook... Je je ook Hebben de vorige keer ook gezegd? Ik beschouw die ook niet als kinderen. Nee, nee, ik behandel nee. die niet als kinderen of nee, zo. Nee, dat is wel een geheim, um, denk, inderdaad. Of een, een, een tip. Ja, ja uh, dat is goed. Maar, maar zo, als ik erkenning krijg, bijvoorbeeld met onze impro-comedy wanneer hier in de Joker, van volwassen mensen, dan denk ik wel, alright, nice. Ik kan laten zien dat ik ook ja. dit kan of ja, zo. Ja, 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 En dat ja. ik vooral die kennis van... Impro en comedy dat ik dat gebruik in zowel Helden als buurtpolitie. Ja, ja. Kijk, als je echt goed kijkt, zie je dat dat daarin zit. Ja, want, ja, ja. Ah ja, dat is een kracht, en niet per se. Hij ah, dan is heel goed met kindjes praten, One is? Want die ja. doet de meest gunnige shit op het podium. Ja, Ja, ja. ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je denkt, van ja, dat is, je hebt een soort stempeltje ja. van, van mensen die denken, ah ja, dat is die gast van dat. Ja. En mensen steken dingetjes in hokjes, dat is helemaal nou zo. Ja, en ook naar, naar later toe dat ik ook weet van, ah ja, Dempsey, stel dat er een poster is, ah ja, Dempsey, bekend van, en ik denk, ja. Ik wil dat dan. Allee, bekende mensen gebruiken dat of zo. Ja. En ik denk, ja, nee, want dan gaan die dingen verwachten dat je ja, niet gaat absoluut. doen. En dat nee, het, dat is niet ja, ik heb, hey, ik heb een, een podcast met uh, Herman Verbrugge. En, ja. en dat, hey, de, de, iedereen ziet dat Mark Vertongen in. Ja. Ja. Als je daar niet wil dat mensen het daarover hebben, dan mag je dat ook niet benoemen. Dan ja. moet je daar ook van weg blijven. Nee. Nu, ja. hij wil dat wel. Hij gaat zijn relatie met Mark Vertongen ook uh, gebruiken op het podium. Ja. Maar als jij niet die kinder-vibe wil, ja, nee. dan moet je dat inderdaad... Dan moet je niet zeggen... Uh, sorry, Dempsey Hempzy Hendricks. He, misschien moet ik als Hemsy naar buiten komen. Hemsy Hendricks. We hebben het gevonden. Hemsy Hendricks. <laughs> oh. Nee, dan, 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 dan moet je niet zeggen... Hempzy, nee. Dempsey Hendricks, <laughs> bekend van Buurtpolitie en Helden. Want dan... Nee. dan, dan, dan is, ja, dat is niet nou, het geheim wat jij wilt daarover, doen. Of een kindershow. en dat is, Ik weet nog... Die, die, de eerste keer dat ik dan zo'n comedy hier deed, had een helft was van 10 dat ik in Helden zat. En ik denk... Ja, ja, dan gaat het nog harder blijven ja, nee, ja, 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 ja. ja, dat was... En omdat we, toen, we hadden er toen over van dat je zei van... Ja, maar dat is zo, dus je moet dat gebruiken, want jij zei dat Wat juist was. Maar ik wou, wou een andere kant op gaan. en ja. Denk ik, ja, maar ik kan daar niet over blijven. Dus het is nee. zo'n... Uh, maar dat is ineens groter geworden dan dat... Ooit is het ja, ja, nee, is mee begonnen. Ja. Helden, dus dat was zo uh, een dingetje of zo. Uh, ga je, wat ga je nu juist doen vanavond? Want er is dus wat poëzie en wat verhalen. Er zit poëzie, er zit acrobatie. Acrobatie, oké. Okay. <laughs> ah, ben jij dan lenig, Dempsey? Uh, uh, nee. Ik, ik ben geen een, een hol oh, leening. Ja, nee, Het wordt een soort Uitbeelden van, uh, en ik heb ook op aanraad wat er van de week over, we hebben kort ja. even samengezeten, en er is een lied, uh, uh, ah, zonder, ja. zonder uh, instrument, weliswaar. Er is een uh, acapella liedje. Het is een, een uh, klappapella, omdat klapapella. met klappen is. Ah, ah, ja. Ja. Dus voilà, dat is al de eerste woordspeling die niet lukt van En dan mensen denken, ah, oh, maar zing dat lied niet. Uh, ja. Ik heb al kort verteld, de show is eigenlijk Dempsey en Kevin Um, ja. En ik, ga ik dat spoilen als ik zeg wat er gebeurt. Nee, nee want dit komt veel nee, later, nee, voilà, oh. is dat. Um, maar de Kevin komt niet. Ah, ja. um, dus de acrobatie act gaat door zonder Kevin. Ja. Het lied gaat door zonder Kevin. En Kevin is net degene die de begeleiding deed. Ai. Dus dat is allemaal zo wat jammer. En die het lied afmaakt. Dus ah, ja. Die heeft altijd het laatste eindwoord. Dus het wordt echt een half, lied. Een het half was lied. echt een halve show. Het was echt gewoon dat. dag. En ik hoop dat de mensen een klein beetje gaan door wat er gaat gebeuren. Ja, en, ja, ik ben heel benieuwd. En, en, en ik uh, ook, dus, ja, dus poëzie en ook wel wat verhaaltjes ja. vertellen. En, ga je ook op? Ga je, uh, ga je, je impro Ik ben nog Ik ben nog gooien? altijd aan het twijfelen. van de ah, echt? Echt. Ik weet het nog altijd niet. Er was zo, hè, toen we er erover samen tegen het einde toch iets weer ja. improën te doen. Ja. En je weet het nog niet. Dat ga echt zien wat ik in het moment zit. Moet oh, ja. right. ik. Ja. ja, dat is impro, hè? <laughs> ja. ja, ik weet het niet. Wat gaan we doen? Wat denkt hij? Ja, ja. Nou, dat moet je zelf weten. Ik ga en ook hoe je je voelt. voelt. Ja. En als, je, als, als, als het je... is van. Oh, ik wil hier zo snel mogelijk van deze ja, podium. Van, dan, moet je, dan, moet je... dan ga ik gewoon alles aan Kevin overlaten. Ja, dan en we 20 minuten kijken naar een leeg podium. <laughs> naar een leeg podium naar Kevin. Uh, of tel worden toch een stukje. Hé, hey, kijk, ik, ja, uiteindelijk. Als ik op mijn bek ga en ik ga nog harder op mijn bek, joh, ik kan er dan ook maar bij. Of ja, zo. Ja, Dat, uh, het, ja het is mee. natuurlijk uh, het is samen met Rob Scholte uh, Rob Schol huh? Rob, Rob Schepers en, uh, en Henk Rijkaart. Ja. Dus het, je zit wel tussen twee stand-up comedians dus ingepropt. Kanonnen hè Allee, Ja, ja nee, maar, dan... nee, maar ik bedoel gewoon vormelijk, ja. het zijn wel twee comedians. Ja, en ik ga even doen, bon, uh, dus hetgeen er het is gebeurd, uh, totaal iets anders. Ja maar ja, dat mag ook, maar ja, dat, ja, dat is wel. Ja. Ja, dus dat ga, het, het gaat uh, 20, 25 minuten vechten worden denk ik. Uh, uh, wat ik letterlijk fysiek hoor. vechten. Ja, ja, het wordt echt da. Ik heb er zin in. Als je dan inderdaad richting een avondfilm zou willen, heb je daar al een titel voor? Heb je al, uh... Ik heb een nachtkastje over. Ik heb een nachtkastje over. Ja. Dat is de titel. Dat is de titel. Uh, het de insteek ja. van het alleen zijn ik, ja, ja. Oh, ik lag hier maar bed en ik dacht ineens ja, maar waarom daar ligt echt niks ik ken, op... Ik ken, dat, ik ken dat idee. Ja. Bij mij ligt er juist alles op, want ik hou dan mijn nachtkastje een beetje proper... en dat ja, andere ja, 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 daar ja, ja, ligt ja, ja. al mijn shit ja, op. Ja, ja, ja. Ja, daar liggen ja, al ja, die ja, tot ongelezen er, boeken tot die liggen op Totdat er toch haar. eens iemand komt en dan denk je ah ja, dus, dus, ja, dus, uh, heeft hij ook een boek om te lezen. Meerdere, ja, ...dan ja. Ja, er liggen bij mij heel veel ongelezen boeken op de nachtkast. Ja, voor mij ook erin. Oh ja, dat ligt echt vol met dingen van Ah, dat kan ik lezen als ik ja fuck nee. gebeurt Nooit nee, aan. want als je dan in bed ligt, weer je je grote scrollen. Of, maar ja, ja, Of is een meisje Ben je stokbezig? Aan toen doen wat je niet moet doen in, in een bed. Dan nou, weet ik niet of je dat niet ja. moet doen. Ik had eerst een titel Alleenzaam, maar die bestaat al in heel veel dingen. Hij ah, is het zelf? Ja, dat, dat is zo'n dingetje blijkbaar al wel. Alleenzaam. Woord, alleenzaam. Um, maar dat klinkt dan ook extreem triestig voor ja. een comedy Alleen zelfs voor een cabaretshow. show. Ja, ja. En de, deze vond ik nogal. Ja, ik heb een, een nachtkastje over. over. Ja, het wordt ook een in dat kan ik vandaag niet doen, maar de insteek is wel er dan effectief een nachtkastje staren. Ik wil verkopen. Want ja, ja. Ik ja, gebruik ja. dat niet meer. En dat wordt goedkoper en goedkoper, voor ik het gewoon weggeef na een tijd. Um, dat is zo'n beetje. Dus dan moet je in de kringwinkel elke keer een nieuw dagkastje gaan halen. Ik vrees ervoor. Dat is wel goed zijn. Moest ik nou. ook. Effectief elke keer verkopen. Aha. Ja, daar hebben we nog wel geld aan over. Vanavond gaat er echt niemand komt naar beneden. Nee, <laughs> nee Ja, daar heb je nog iets. Aan. Nee, ja, maar ba. dat ja, maar dat, dat, ja, ik snap wel de. Ja, want dat is toch uh, uh, eenzaamheid of alleen zijn. Ja. Dat merk je toch het meest in bed. Ja. Dan je dat echt door van ja. dat je tegen niemand, je kunt tegen niemand zeggen. Slaap wel, of goedemorgen ja, Dan, dan ja. voelde het dan. Heet, je kunt je wel een dag voordoen van. Right, maar ik kan dat, ik kan met vrienden op stap. En zelfs de hele avond vullen met vrienden of mensen dat je niet kent. Ja. Maar, maar dat eindigt toch gewoon dat jij in uw bed ligt ja. en, en met niks. Ja. En dan is het echt stil. Is dat daadwerkelijk uh, iets wat je vervelend vindt? Ik bedoel, is dat een, ja, echt een issue? Dat, ja, in het begin heb je dat heel hard genegeerd. En dan na een tijd was dat wel. Oh shit. Ja. Dat ebte naar geen toffe nachten. Ah, ja. En als mijn dochter bij mij was. Uh, ben ik vader? Ja, dat, en dan ligt er iemand en, en of dat lag zij in haar bed of komt ze bij mij liggen, en dan ja. was dat ook minder alleen. Allebei, natuurlijk, natuurlijk. Heel... Oh, nice en ik, ik heb een doel morgen vroeg ja. als ik moet opstaan. Ja, ja. Ook al mag hij het ontbijt, ik deed dat wel, dat <laughs> ja, was ja, heel ja, fijn. Ja, ja. Um, maar dan, zo, dan is die weg en dan die nacht, dat is mijn, mijn standaard, is mijn woensdagavond. Ah ja. ja dat was een kutste avond van. van dus woensdagavond is de, over, gaat is ze een daar de gaat ze naar de moeder ja. en dan. is ja. de eerste dat jij. Dus ik ben terug zo leven. blij dat er impro is op woensdagavond. Ah ja, dat is woensdagavond. Ja, dat was zo. Ja, ja, ja. Daar volgen mij allee, uh, vaak het minst gelukkigst of zo. Ja, ah, ja. Dat zijn uh, mijn uh, zware dagen. En de show, allee, de, 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 de verhalen die ik wil doen, is ook een beetje de um, gevoeligheid bij de, de kwetsbaarheid bij mannenkaderen. Zowel naar eenzaamheid, maar ook naar zo de zoektocht met onze gevoelens van gaan we daar mee om, hoe gaan wij daarmee om moeten Omdat dat zo. Je weet toch dat de vorige voorstelling van Jeroen Verdik, ja. Alleen heette. Alleen heette ja. En dat die uh, dus die had er ook allemaal ja. op een andere manier, maar ook ja. dingen die daarover gingen, ja. hè, op, een, op een andere manier gezocht en een andere, ja, een andere ja, ding, ja. maar... En dat hij dan, ik denk een half jaar, drie kwart jaar voordat dat in ja. proberen moest gaan, dat die voorstel eigenlijk half af was, ja. een lief kreeg. Ik kreeg er ook en al En eens gaan samen, wat hoe bedoel je? een lief. Ah, je hebt wel een lief ja. nu. Ook sinds kort. Het is Echt? Super kut. Allee, dat is leuk. Ja, ja ik ga okay. zeggen. Dat super daarom, ik het schrijven. daarom moest ik nu zo terug in materiaal materiaalduiken en ik denk... Ah oh, nee, maar ik voel dat niet meer. <laughs> dus dat ah, zo... ja, dus je hebt hetzelfde. Ja, wat wel... En ik wist dat. Ik wist dat. Oh, ik ga hier rond schrijven en maken. En ik wist ook... Ja, ja, ik ken dat. Ik ga het brengen en kan ga ineens weer... Allee, ik ga gelukkig zijn. Ja, ja, wat tof is, maar dat is... En, Maar dat vind ik wel een goede oefening, omdat dat... Uh, omdat ik net niet wil per se praten over hoe ik, ik mij vandaag voel nee. nee ja, ja. zo. Dus ik wil zo het kunnen. Dat soort cabaret dingen. Uh, hij heeft het dan opgelost door dat wel te integreren in de voorstelling, dat hij. Uh, ja een vriendin en een plusdochter ja. had, en, de, en dat alleen doen zijn... Doen. Ah nee, ja, nee. Jij, gaat, jij gaat de state of mind van die hempsy... Ja, hempsy is daar echt alleen. En, ja. en, en Ook omdat het echt cabaret is, omdat, het is niet Dempsey Dempsey die er staat. Het is echt gewoon nee. een, een type, alleen, zo, dus het type... zo Het is Dempsey uh, van ik... de zomere uh, 2023. Ja. ja, en zelfs eigenlijk 2021. Ah ja? Ja. Het is echt uh, dingen die, 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 die ik heb meegemaakt of waar ik aan gedacht heb, dat uh, toen zijn gebeurd, wat 20, uh, 2021 of zoiets. Zo ja. um, en dat was toen allemaal te vers. En ik had er toen ook met de ander over: van ah, ik wil daar, ik zeg, als ik ergens over moet praten, is het dat. Want dat ben ik, dat heb ik meegemaakt, dat mm. voel ik, ja, dat ja, zit in mijn ja. teksten en zo. Ik zeg maar, ik, ik durf dat niet. Ja. Uh, want eh, ik, wil niet, ik, wil, ik wil geen therapiesessie nee, nee, houden. Nee, ook niet te zielig doen. En dan zei hij tegen mij van, Dempsey, je gaat dat op een podium doen en je zet dat aan het doen en je zet dat nu tegen mij aan het vertellen. Dat wil zeggen dat je dat het verwerkt. Dat je ja, aan het zoeken bent ja. van, hoe kan ik dat brengen? Hij zei, als jij daar nog in zit, breng je dat niet, hoe dat je dat nu doet. Nee, nee, nee. Ik moet nog altijd bepaalde emoties onder controle houden. Vooral dan zo bij poëzie, waar ik echt er kan ingaan, dat nog altijd een zin is dat ik denk... Oh, er is zo ene zin op het einde van, van, van een poëziestuk uh, dat ik zeg, maar hoe kan ik vader zijn als mijn dochter bij, mij, bij haar moeder woont? Ja, ja. En je snijdt er nog altijd in bij mij als ik dit zeg. Omdat ja, ik, ja. ik moet je ook zeggen van, yo, deze doet echt heel veel zeer. Ja, 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 en dan ja, ja. ben ik nu het afgelopen... Ja, allez, zo, de afgelopen weken week nog vooral zo op zoek naar gaan van, om dat punt te benaderen, maar er niet in te zitten. Nee, ja, ja. Dat ik daarna terug... Om dat we wel, nou eet wel op te zoeken, dingen. maar niet ja. in, in, in ja. los te gaan. Dat de nee, mensen nee. hem voelen, maar ja. dat hem niet. En, en daarom heb ik dat ook niet. Ik ben al, al, ik ben al even aan het roepen van, ik wil een show, ik wil een cabaret, ik wil dingen. Doen. En ik, ja, maar ik ben daar niet klaar. Dat moet nog even zo. Uh, Doe daar iets mee, ja. Pak dat vast of zo, zo. ik met je Ben dan zo'n verdiep ook een je net dat meegemaakt. En ja. dan heb je daar dingen van ja. ja. gedaan ja. of zo. Ja. is al, bij hem puur op de lach is en van ja oh, dat is allemaal funny en dom en en wat Ja, maar hij was het natuurlijk gewoon ja, mijn situatie is veranderd en ik heb het die heeft het wel over het hier en nu. Ja. En zijn hier en nu was niet meer hetzelfde. Nee. Terwijl als jij inderdaad zegt ja, nee, ik vertel een verhaal vanuit 2021, 2022, ja. whatever toen. Ja. ja, dat is iets anders dan. Ja. Dat maar dan wordt het wel wat inderdaad wat cabaretesker, wat theatraler Ja. ja. Want, ja. want zo de vroeger en nu haal ik ze ook zo heel lang tijd door elkaar. En dat is altijd zoiets van. Ja, ja. maar, maar jij zei toch dat jij. Oh, dat niet. Dan niet. Ah, ja. wat, wat ik nog altijd wel een beetje nep van. Gelijk uh, Wim Helzen als voorbeeld. Uh, of dingen of zo. Van Wim Helzen staat daar. Maar ja, ook niet. Nee. Ja, dus, ja. Dus, dus niet. Het is ook een personage. Ja. ja. Uh, ja. En, en dat vind ik heel fijn. of zo die, de, Het spelen mij, Maar is het nu of is het niet? Ja, 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 ja. Ook bij impro. Als ik daar MC of dingen of zo. Van, ja, gebeurt het wel of niet? Dus dat was allemaal wel ja. een beetje, ja. ook, ook extreem cool vind. right. Ja. Nou, uh, heb je zenuwen? Ja, toch wel een beetje. Extreem veel. Ja? Wel. Het is heel lang geleden. Ja, ik wou dat, ik... dat zeggen, dat, normaal gezien <totstit> heb je wel een soort rust ofzo. Maar ik ben ook heel... Ik, ik vind dat ik hier heel rustig ja, zit. Ja, valt wel en, mee, en, ja. best van, nou, we zien wel wat er gebeurt. Okay. En ik denk ook, ja, als ik kortsluiting heb, dan is het zo en doe ik gewoon door. En dan is ja. het van, oké, okay, volgende keer dat of zo Ik heb me voorgenomen van, wat ik vanavond ga ja. brengen is geen show en niks dat ik zeg van yo, deze hey, hey, moet eens luisteren wat wel en dan denk ik daar heb ik die andere twee gasten voor die dat, dat heel ja, goed kopen. Ja, gaan... ja, 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 ik, ja. ik zit echt in een warme sandwich ja, met heel goed van ja. Oké okay. en ik ben die ze wust dat ze wat dingen gaan proberen van ja. zeggen nou we die saus er gewoon op doen omdat we zo wat uh, 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 dripfest of wat ze anderen toch nog wel een bij doen van ja ik kan zien of wat dat iets wordt en we gaan erin bijten en het kan heel zuur worden of oh, uh, 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 ja. Ja. misschien moeten we toch wat meer ja, ja, want je gaat verschillende uh, dingetjes doen, ja. verschillende uh, dingen. Ja, uh, dat zal hit en miss zijn. Hè? Het ja. ene krijg ik het andere iets winnen. Ja. Ja. En ik hou mij nu vast aan het... Shit, ik ben dat fra vergeten. Of oei, wat was die planten nou weer? Van, ja. uh, 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 gedichtje. Voilà. Uh, ah, en ja. ik doe nu deze. En ik, ja, ik mag niet... Ik wil niet gaan... Baden in, oh shit, het werkt niet. Ik moet eens druk wat opkrieken of zo. Ja. Oké, okay, het volgende. Bam, bam, baam Dus ik probeer dat zo. Dat is nu mijn focus of zo. Maar wel, wel, wel mee kak in de broek. Ja, uh, zo nogal. <laughs> en Zo hoort dat. Goed, man. Ik hey. kijk er enorm naar uit. Dankjewel uh, uh, voor de kansen ook allemaal. Fokken, plezier. Uh, verge ja, het belangrijkste is natuurlijk amuseren. Dat is altijd. Vooral daar vooral Echt daar. Dat. Ik maar puur de mensen moeten zien. Ja, maar je vond het wel zelf tof, hè? Ik denk, zelf ja, vond het wel eigenlijk. Ja, 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 maar ik ga ook inkomen betalen. Uh, <laughs> gewoon om daar kunnen van blijven. Laten kunnen komen kijken. Ja. Alright, Dempsey, enorm bedankt voor het gesprek. Ik ga bedanken.